Ronald Schreur, hoe belangrijk is voor jou je rug voor je lopen? Mijn rug is heel belangrijk. Als ik het maar heb over mijn rug, dan... Kijk, ten eerste loopt natuurlijk door je hele ruggengraat lopen. Alle zenuwbanen lopen daar doorheen. Hè? Dus je bijvoorbeeld verlamd raakt in je rug, kan het ook zo zijn, een dwarslezen, dat je gewoon beneden natuurlijk helemaal niks meer kan. Dus je rug is super belangrijk. En je ziet ook steeds meer in onderzoeken naar voren komen. Dat als er een probleempje is, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, aan je Achillespees of in je kuit, dat het 9 van de 10 keer ook zomaar uit je rug kan komen. En ik merk zelf wel, als ik gewoon wat beter naar mijn lichaam luister, ook leren luisteren daarnaar. En de rug zit bijvoorbeeld een beetje vast, dus dat ik veel heb getraind of misschien een beetje stress heb, om wat voor reden ook. Dat slaat naar je rug en dan heb ik daar wel een paar goede oefeningen voor. Kijk, ja. Jij hebt goede oefeningen, kun je ze ons laten zien? Ja, ik kan ze zeker laten zien. Oefening 1, dat is een soort floss oefening waarbij je eigenlijk de hele zenuwbaan vanuit het puntje in je nek zeg maar, tot en met onder je hiel losmaakt. En tegelijkertijd ook je rug zeg maar, op deze manier meeneemt, maar dat gaat als het ware als volgt. Ik zit op de grond, ik ga naar voren en mijn andere, mijn armen zeg maar naar achter. Het ziet er misschien wat apart uit, maar als je dit 7 tot 9 keer doet, dan is dat voldoende. Dan is de hele rug en de rest van de keten is lekker soepel. En die teen doe je bewust ook zo naar voren? Ja, de tenen doe je bewust mee naar onder en omhoog. En allemaal gewoon rustige, geleidelijke oefeningen. Kijk, oefening 2. Oefening 2. Zaak, je gaat een beetje in spijtstand staan. Ga lekker naar beneden. En je draait zeg maar zo met je hele armen. En waardoor ook je rug lekker los gemaakt wordt. Nou, ik doe het al buitengewoon tot ik denk, nou, het is lekker warm, het is lekker los. Bijvoorbeeld zoiets. Dan heb ik oefening 3. Ook weer in spreidstand. En dan doe ik eigenlijk op deze manier. Een beetje molenwieken. Op deze manier maak ik ook gewoon. Ik kijk goed mijn arm naar. Zoals je ziet. En juist het nakijken. Ik begin op te stotteren. Dat zorgt ervoor dat je gewoon je rug lekker losmaakt. Oefening 4, jouw favoriete oefening. Mijn favoriete oefening. Ik zet mijn bekken vast op deze manier. Kijk, als ik het zo doe, zo maar zet ik het naar voren vast. Ik doe mijn armen in deze positie. En ik ga heel rustig, kijk ik mijn arm ook na. En ik zorg er dus voor dat beneden alles vast staat. En dat ik alleen mijn rug draai. En die armen kunnen ook zeg maar meer omhoog. Dan draai je net even ergens anders. Ik kan ook in het midden en ook weer naar beneden. En op die manier zorg je ervoor dat lekker die rug lekker los is. En nu ben ik klaar om eigenlijk de deur uit te stappen en lekker te sporten.